ga kijken of ik aan de achterkant de klem van de MX-5 vast kan houden. En op mijn voeten kan wippen. Ja. Oh. Oh, yo, gast, gast. Oh. 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 Ah. Ah. Oh, gast. Wat op, een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren en welkom bij een nieuwe vlog waar het niet normaal koud is. Je kan het misschien aan mijn oren zien, mijn oren zijn rood. Het zou vandaag min 13 worden, het wordt vandaag volgens mij ietsjes minder koud. Maar ik sta in een bos en we gaan vandaag iets heel leuks doen. We zijn bezig met tv-opnames voor Zap Your Planet Bos. Dus we gaan een bos eigenlijk ombouwen tot iets superleuks. Nu is het zo dat ik een freerun parcours ga bouwen en dit plan ligt er al een tijdje. Alleen sneeuwt het, dus kan ik niet echt een freerun parcours bouwen. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan aanpakken. Ik heb een nieuwe jas. Ik had deze gekocht, ik vond hem eigenlijk te groot, maar het was zo koud vandaag dat ik hem zeg maar uit de retourbox, ik had die retourbox nog in mijn auto liggen voor alles dingen terugsturen, heb ik hem uitgehaald, heb ik hem aangedaan. Dus laat me weten, wat vind je ervan? Is hij veel te groot of is hij juist wel cool? Hij hoort langer te zijn, maar ik vind hem sowieso een klein beetje aan de grote kant. We gaan vandaag dus een parcours bouwen in de sneeuw en het is gewoon niet mogelijk. Voor nu ga ik terug naar de opnames en ga ik proberen het een beetje warm te houden. Ik heb wel handschoenen gevonden, maar ik heb wel gewoon Yeezys aan. En deze Yeezys zijn zeg maar soort van open en de sneeuw ligt erin. En het smelt omdat mijn voeten warm zijn, dus helemaal kut. Zou ik even voordoen hoe het echt moet, jongens? Ja. Oké, okay, misschien niet. Zo, en ik heb echt de meest awesome bril ooit gekregen. We zijn echt al de hele ochtend bezig met de opnames. We zijn bezig met een actie om meer bos te krijgen in Nederland. En we gingen vroeger een parcours bouwen. Nu ging ik wat coole foto's maken met mijn Minecraft gangster bril. Alleen, mijn voeten zijn zo koud. Ik heb net in de sneeuwhoop gesprongen. Zoals je kan zien, mijn voeten zijn zeg maar 1,5 sneeuw. En ik heb denk ik al ongeveer 3 kwartier geen gevoel meer in mijn voeten. We moeten nog een kwartiertje en dan zijn we klaar. En ik vind het heel leuk om te doen, maar het is wel heel erg koud. Holy shit, moet je even kijken hoe mijn auto eruit ziet. Dit kan echt niet. Voor alle mensen die een auto hebben, je moet je auto nu niet gaan wassen. Want zodra je hem wast, komt er een soort klein waterlaagje natuurlijk over je auto heen zitten. En dat vriest weer vast, waardoor al je deuren dichtvriezen. Zolang het sneeuwt, was ik mijn auto niet. Of zolang het vriest, was ik mijn auto niet. Alleen ja, na 4 dagen ziet hij er al wel zo uit. Ik heb veel rare dingen gezien in mijn leven, maar dit, ik zit met mijn voeten op de stoelverwarming, op cruise control, zodat ik mijn voeten kan warmen, want ik voel mijn voeten niet meer. Het was wel gezellig, maar wel heel erg koud. Ik blijf de wereld met sneeuw toch wel de mooiste wereld vinden die er is. Ik rijd nu even met mijn auto bij Anna, want Anna heeft de MX-5 staan en ik heb de MX-5 nodig. Nu is zij ermee naar huis gereden en heeft zij de sleutel, maar neemt zij niet op. Dus ik hoop heel erg dat zij niet, weet ik veel wat aan het doen is. Kut, ik denk dat ze weg is met de MX-5. Fuck! Dat betekent geen auto voor mij. En ik ben op dit moment bij Full Car Tuning. En het is super stom. Ik zou de MX een klein upgradeje geven. We zouden even wat nieuwe dingetjes erop gaan zetten. Maar Anna heeft dus de MX mee. Ze reageert oprecht nergens op. Ik heb haar gebeld, gefacetimed, geappt. Alles gedaan. Ik heb geen idee waar ze is, geen idee wat ze aan het doen is. Maar goed, er staat hier zoals je kan zien wel een MX-5, dus die gaan we denk ik maar even meenemen. En het idee was dus om met de MX te komen en een mooi pookknopje uit te kiezen. Nu was het zo dat er maar één paste, toch? Ja, eentje past. Eentje past en dat was de zwarte, of ja. Niet? Dat is dit pookknopje. Die er nu op zit is echt knijterlelijk. Er zit ook echt een knijterlelijke handrem op. Dat is wel mooi om dat even wat anders te maken. Ik had eigenlijk de MX gekocht om zeg maar snel weer weg te doen, maar ik heb nu alweer de keuze gemaakt dat ik hem ga houden en misschien ook een whitebody van ga maken. Dus we gaan even zien. Eerst gaan we de 350Z helemaal afmaken en dat misschien de MX. Oh. En we zijn ergens en moet je kijken. Oh, wat een chaos weer. Ik ben even uitgestapt en kijk de MX-5 gaan. Gaat echt voor geen meter. Oké, we hebben een heel dom idee. Hier is de MX-5. En hier ben ik. En ik ga kijken of ik aan de achterkant klep van de MX-5 vast kan houden. En op mijn voeten kan driften. Maar kijk eens. Ik ben gewoon aan. Oh, yo. Oké, laten we dit nog één keer proberen. Moet je alleen zorgen dat er nergens steen zit waar je overheen drift. Want dan blijf ik in één keer hangen. Even duwen. Ja. Oké, wacht even. Ja. Oh. Ik glijd gewoon mee. Oh. Dat is oprecht zwaar.
komt nog een BMW aan. Die denkt ook van, YOLO, ik ga het ook even proberen. Iedereen is zo lijp aan het doen dat ik ook even mijn auto al krijg. Oh, ik had verwacht dat ik de volle laag zou krijgen. Ga ik met mijn auto nog een rondje doen. Is 3 rijden? Ja. Heb je überhaupt ooit in een A3 achter iets gereden? Nee, nog nooit. Oké, okay, ik zou zeggen, gooi hem om en kijk wat het doet. Oké. Okay. Fucking mooi. Quattro drift is toch wat anders dan met je MX, hè? Het mooie is, normaal laat ik eigenlijk nooit mensen in mijn auto rijden. En nu laat ik iemand die nog nooit in RS3 heeft gereden voor het eerst erin driften. Het is echt super makkelijk eigenlijk. Ja. Oh. Oeh, dat scheelt echt heel weinig. Oké, ik wil nog één ding proberen. En dat is gewoon rechtdoor gas geven zonder tractie aan. Kijken wat het doet. Zou pakken. Matig. Oh, wat blijft dat heerlijk, die MX's kloten. Je komt niet vooruit, maar het voelt wel leuk. Anna is ook terecht. Ze had hem meegenomen naar iemand, een vriendin waar ze aan het oppassen was. Alleen ze was toen aan het chillen, dus ze kreeg niet op de telefoon. Maar ja, wel een beetje kut, want ik wilde graag de MX hebben. We zijn op plek 2 en ze zijn daar al aan het kutten. Maar hij komt niet omhoog en hij heeft nu echt een heel gat gegraven voor zichzelf. Kijk hoe ze daar rijden. Hij gaat weer omhoog proberen te komen. Gaat het hem lukken? Gaat het hem lukken? Wat denken jullie? Ik denk het niet. Oh, oh, oh. Oh, het is hem gelukt. Holy shit. Hey, kan ik ergens bij instappen? Jullie hebben niet echt een achterbak, hè? Nee, hier kom ik uitleggen. Dan kan jij. Ja? Ja? Dit moet je meegemaakt hebben. De laatste keer dat ik in zo'n auto zat, was een omgebouwde G-Wagon-achtig. En toen was ik bijna dood. Dus graag niet mij bijna dood maken. Oké, okay, ik ga mijn best doen. Hoor, yo, gas, gas. Oh, oh, oh. Ah, ah. Holy shit. Holy fuck, ik had niet verwacht dat we gelijk weer naar beneden gingen. Ik dacht, ik heb een klein beetje pauze ertussen. Met deze auto's is gewoon rijden. Kijken, zou ik hier vast komen te zitten totdat je een keer vast komt te zitten en dan denk je kut. Precies. Mag het nu zelf gaan proberen? Oh joh, dit rijdt sick, hé. Ik heb echt gevoel alsof ik alles kapot maak. En dat is heerlijk. Hou ik van. Dan gaan we weer eens achteruit. Dan gaan we het nog een keer proberen. Ik heb het weer niet gehaald. Oké, nog één keer proberen. Vol gas! Ben er! Oh, oh, oh. Oké. Okay. Nou, dat ging super. Maar kan je dit gewoon zo kopen? Nee, dit is echt allemaal... moet je zo maken. Ja, je moet echt zelf zo maken. Tijd, heel veel geld. Ja. Heb ik allebei niet. Oké, okay, we gaan nu een paadje proberen. Dat is dit paadje. En die gaat zo meteen hier naar links achter de bomen door. En het is niet te doen. Oh. Holy shit. Nou, geslaagd. Ik zit wel met mijn hand op het dak, maar ik ben een beetje bang, maar het ging goed. Hey, voelen mensen zich veilig bij jou in de auto? Niet altijd. Ik kan het zien. Gast, er heeft iemand gewoon zo bang gezeten dat hij hier aan trok en gewoon dit ding eraf heeft getrokken. Kijk even hoe deze auto hier staat. Kijk hoe ver dat wiel naar beneden zit. En hij zit nog steeds op de grond. Ja, gooi jij maar naar beneden. Oh. Kijk eventjes jongens, niet normaal. Wow, yo, ik ging bijna op mijn bek. Ik bouw samen de 350 set met full car tuning. En dit zijn jongens die daar werken. En die zeiden van, hé, hey, we hebben dit. Vind je het lach om mee te gaan? Nou ja, en daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Super dik. Staan ze weer daarboven. Ik ga wel weer in de rest stappen, want ik moet naar Ede toe. Ik moet daar nog eventjes werken. Dus ik ga even gedag zeggen. Oh nee, het is file tijd. Ik dacht dus, ik rijd gewoon uit mijn hoofd naar Ede toe. Maar ik had anders moeten rijden. Want het wegdek is hier kapot. En iedereen gaat van het werk naar huis. En staat nu hier vast. En ik dus ook. En ik ga van huis naar werk.
Dus ik doe het gewoon andersom, maar ik stel ze nog vast. Helemaal kut. Boah, deur open. Het is zo koud. Boah. Aan. Mijn huisje. Heerlijk. Thuis. Het is nog steeds niet echt mijn thuis, want ik ben er nog steeds niet zo heel vaak geweest. Hey. Het is wel mijn huis. Voor de mensen die nog niet wisten, ik heb een eigen huis. Het is van Niels en mij. Eigenlijk is het van Danny, maar... Dit is mijn eigen huis. Ik woon hier nu voor 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Dat weet ik nog niet. Het enige ding is, zeg maar... En het is een beetje rotzooi. En nog niet alle kasten zijn heel erg goed gevuld. Dus we hebben nog niet zo heel veel glazen, bekers en kopjes. Dus dat moeten we de hele tijd blijven afwassen. En dat is echt knaat irritant. Ook hebben we gewoon een vaatwasser, maar goed. En ik kruip weer mijn bed in hier in mijn lekkere bed op de grond. Het duurt nog 5,5 week voordat mijn bed er is. Ik had namelijk niet bedacht dat het 6 weken leeftijd is als je een custom made bed laat maken. Eigenlijk voor elk bed nu. Dus ik moet nog 5,5 weken op de grond slapen. Ja, ik vind het op zich niet zo erg. Ik heb ook gewoon washopen in plaats van dat we een wasmand hebben. Alles is een beetje in bestelling gegaan. Nelis die had ook heel veel dingen mee kunnen nemen vandaag, want stond dan bij Jump. Maar dat zijn we vergeten. Ik ga nog even lekker al mijn beelden versturen met de laatste dag zonder wifi. Morgen zou de wifi moeten zijn en dan kan ik hier gewoon normaal leven. En wij gaan lekker slapen. Dus vond je deze video leuk, doe het naar boven. Zie je wanneer kijkt leuk. Dus blijf eens een keer morgen om 2 uur bij een nieuwe video. Later! Fuck! Oh!